De titel van mijn column is Klimaatprobleem. Ik wens u allemaal een zalig nieuwjaar. Al dus de traditionele slotwoorden van de toespraak van Hubert Bruls tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in de vereniging. Het zou zomaar kunnen dat deze stichtelijke nieuwjaarswens begin 2020 in deze setting niet meer te horen is. Afschaffen van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie is namelijk een van de mogelijke bezuinigingen die ambtenaren in de zomer hebben bedacht om het miljoenen tekort op de begroting weg te werken. Eerlijk is eerlijk. De financiële ambtenaren hebben niet stilgezeten terwijl het gros van hun collega's met vakantie was. Ze hebben ruim 200 mogelijke bezuinigingen en extra inkomsten bedacht om zo de broodnodige miljoenen bij elkaar te schrapen. De raad mag nu beslissen welke bezuinigingen uit de lijst worden overgenomen om daarmee de zomernota financieel rond te krijgen. Ik wens ze op voorhand heel veel succes. Het gaat pijn doen, aldus het college in een begeleidend schrijven. Alsof de duvel ermee speelde, behandelde de raad afgelopen woensdag Eerst nog de Cultuurvisie 2020. Dat was kaarsje voor tal van insprekers. Ze kwamen allemaal meer geld vragen: voor cultureel erfgoed, voor meer beeldende kunst en urban arts, voor cultuurhistorie, voor extra ruimte voor kunstenaars. Ik raad al die insprekers aan de lijst met mogelijke bezuinigingen eens goed door te nemen. Hoezo meer subsidies? Verminderen van de subsidie voor de Lindenberg en 2 ton minder voor Doornroosje staan prominent in de lijst. Dat tikt lekker aan. Daarbij vergeleken is het afschaffen van de gemeentelijke schillenboer of het afschaffen van een gemeentelijk felicitatiebloemetje bij een huwelijksjubileum maar een peulenschil. Aan fantasie geen gebrek in de lijst. De lift bij de veertrappen kan wel weg. Dat ding is vaak kapot. Dat scheelt dus reparatiekosten. Hetzelfde wordt voorgesteld voor de fontein op het Takenhofplein. Meer kapot dan spuiten. Dus kan wel weg. Eén dag sluiten van het gemeentelijk steunpunt in Diekenburg zal ongetwijfeld meer reuring opleveren dan het verplichten van ambtenaren om zonder extra vergoeding in een stembureau te gaan zitten, om daarmee de kosten van vrijwilligers uit te sparen. En als er geen gemeentelijke nieuwjaarsreceptie meer wordt gehouden, kan de verkiezing van de Nijmegenaar van het jaar ook wel stoppen. Ik voorspel wel pittige discussies over het voorstel om de subsidie voor de huurteams te verlagen of het uitstellen van de milieuzones in de stad. Opmerkelijk is het voorstel om 9000 euro te besparen door het afschaffen van gemeentelijke seizoenskaarten bij NEC. Hoe vreed is het lot voor NEC en een fixe huurachterstand en mogelijk geen gemeentelijke seizoenskaarten meer. Dat er bij NEC te weinig geld in de kas zit, waardoor de tribunes komende winter niet verwarmd kunnen worden, zal door menig politieke partij niet als erg worden beschouwd. Afgelopen met die onnodige verspilling van warmte. Dat worden nog interessante maanden. Raadsleden. Kunnen niet meer bukken. Er moeten keuzes gemaakt worden. Linksom of rechtsom. Laat het lobbyen maar starten. De zomernota wordt misschien in november vastgesteld. En in winter zonder verwarming op de tribunes van NEC. Nijmegen heeft een serieus klimaatprobleem.